Ze zijn nog maar met z'n negenen. De ouderen van verzorgingstehuis Duinhof in Terheide. En dat is best wel saai. Op een gegeven moment dan zit je in zo'n kleine samenleving eigenlijk, dat je elkaar niet zo heel veel meer te vertellen hebt. En soms gaat het gesprek langs elkaar heen, maar echt hele nieuwe dingen, dat hebben ze niet meer. Het tehuis sluit eind 2017 de deuren en daarom komen er geen nieuwe bewoners meer bij. Om wat leven in de brouwerij te brengen is nu aan omwonenden de oproep gedaan om op de koffie te komen in het verzorgingstehuis. Ja, mevrouw, u woont niet in dit tehuis, hè? Nee, ik woon in appartementen in de Ruiterstraat. Gisteren waren we met 5 meer aan de koffietafel. En nu hebben we vanmorgen ook spontaan weer mensen die binnenlopen. Nou, over we eens een keer op een visite kwam met de koffie. Is gezellig, want ik ben ook alleen. Dus dan vind ik het wel leuk. Al kijken de bewoners zelf soms raar op van al die vreemden aan tafel. Nou ja, die wisten natuurlijk ook niet wat hun overkwam. Dus het was van, wat doen jullie hier? Dan zo op bezoek komen. Ja, ja. Vind ik ook wel erg leuk. Ja, ja. Zijn de mensen blij met jullie contacten? Ja, tuurlijk. We zijn vrolijk. Ik vind het heel leuk. Ja, ik ben onverwachts hier gekomen. En ik vind het prachtig. De oproep lijkt dus aan te slaan. Wat er met de overgebleven 9 bewoners gaat gebeuren als het tehuis in 2017 moet sluiten, is nog niet bekend.